Antwerp met evenveel punten als club in de rangschikking kon geen beroep doen op Pister en Knops voor de komst van Winterslag, een Limburgse ploeg die nog nooit heeft gewonnen op de Bosuil. Frank Raas levert het commentaar. Leenhof, hoekschop Antwerp, hoog. Daar staat Mark van der Linde, die paast op Frans van Rooij, gaat schieten. Schot van Frans van Rooij, een doelpunt, jawel. Op het gladde veld heeft hij geregend minutenlang voor de wedstrijd. En De Bruyne verkijkt zich op de bal en vreugde bij Antwerp. Bal teruggelegd tot bij Frans van Rooij. Van op 18 meter kon hij schieten. Laag over de grond, bal kaatste nog even op. En op het gladde veld was Jean-Paul De Bruyne, doelman van Winterslag, verslagen. 1-0 voor Antwerp na 16 minuten spel. Antwerp deed het bijzonder rustig aan in deze tweede helft. Een beetje een training was het. Maar uiteindelijk toch ruimtesterk. Antwerp als een leidersploeg spelen tegen een matig Winterslag.